Hoi Suzanne, ik ben Marjolein en ik ben moeder van Alice van 1 jaar en 3 maanden en van Oscar en hij is al 3. En ik zag jullie oproep voor nieuwe redacteuren voor een nieuw project. Ik ben geen schrijvende redacteur, maar ik ben een videomaker en regisseur. En ik dacht, ik ga hier toch op reageren, want... Waar ik al een hele tijd mee bezig ben, is uitvinden voor mijn zoontje van 3 en eigenlijk ook wel voor Alice van 1 dus, hoe zij nou kunnen omgaan met al die nieuwe leuke foefjes en dingetjes op telefoons en de iPad. En dat blijkt niet mee te vallen. Er is wel heel veel... gekleurde informatie van ja, je moet heel veel apps doen, want dat is goed. Of nee, niet doen, dat is echt het nieuwe kwaad. En ik denk dat er vast wel een tussenweg te vinden is. En dat er ook aan elke voordeel, aan elke app, een voordeel en een nadeel zit. Ik zou heel graag voor ouders van nu daarin gaan duiken. En dan natuurlijk niet via artikeltjes, maar via video. Want apps moet je beleven. Zoals bijvoorbeeld deze... Dit is een app met dit lieve muziekje. En dan kan je... Dit is eigenlijk het voorstadium van leren programmeren. En dit is dus al voor kinderen van... Nou, 1,5 of zo. En dan ga je dus zo, dan ga je die blokjes verschuiven. En dan verandert het... Kijk, daar reageert hij dan op. Nou, dit is hartstikke schattig. Ik zet hem even uit. Ik kan hier echt zelf al uren mee bezig zijn. Oscar, die gaat daar heel anders. Die gaat de hele tijd zo er doorheen. En dan ziet hij hier een aap. En dan denkt hij, oh ja, leuk. En dan gaat hij heel snel weer verder. En dan kijkt hij eens heel lang hoe deze zo beweegt. Zo. En dan doet hij daarna doet hij er eentje. Zo, en dan wacht hij. Nou, en dan denkt hij, oké, leuk, leuk. En dan gaat hij zo weer verder. Nou, dat is een beetje hoe, hoe mijn zoontje dus van 3 hier doorheen gaat. En dit schijnt dus het voorstadium van programmeren te zijn. Nou, en programmeren is bijvoorbeeld iets wat eigenlijk alle kinderen op school zouden moeten leren. Maar wat nu nog bijna niet gebeurt in Nederland. Maar wel bijvoorbeeld in Engeland, daar is het al verplicht. Dus dat wordt een nieuwe taal op scholen. Dat is dus de toekomst. En daar mogen ouders ook wel eigenlijk meer van weten. Dus wat ik me afvroeg is, hebben jullie al een redacteur die in de toekomst duikt? En ja, misschien past dus wel een videoredacteur erbij. Want dan kan je al die leuke apps ook meteen in werking zien. Ja, dus dat. Ik ben eigenlijk benieuwd. Ben je daarin geïnteresseerd? En zo ja, zullen we eens een keertje praten. Doeg!